Ja, dag, dat is en dat is. Het is vrijdagavond en ik sta bij de Bubeclu in Wijk en Aalberg. Want dit weekend hebben we namelijk de Altena Darts Masters. En we gaan jullie even zien, want we hebben alles opgebouwd. We gaan even laten zien welke coronamaatregelen dat we hebben getroffen. Heel belangrijk gelijk bij binnenkomst. Normaal is dit ingang. Maar we hebben voor een andere ingang gekozen. Langs de zijkant. Ik geef de camera draaien en dan ga ik jullie de maatregelen laten zien. De binnenkomst is dus niet via de reguliere ingang, maar die is via de achterkant. De binnenkomst is dus via de achterkant. Zoals je ziet hebben we hier buiten eventueel een rookplek gemaakt, maar ook zitplekjes. Voor zondag komen daar nog een paar zitplekjes bij. Dan hebben we hier de binnenkomst. En nou, wat je meteen al bij binnenkomst ziet, is dat we overal looprichtingen hebben gemaakt. En natuurlijk de ontsmettingspaal. We zullen meteen even ontsmetten. Dan lopen we hier rechtsaf de zaal in. Als we dan de zaal inkomen, hebben we hier natuurlijk de speelgelegenheid. Alle banen zijn hier, 10 stuks. En zoals jullie zien, normaal gesproken zit de wedstrijdleiding op het podium, maar daar hebben we nu zitplekken gemaakt. Als we dan omdraaien, daar de bar. 3 zitplekken eventueel aan de bar. En dan is deze kant, is weer de uitgang, een looprichting. Dan loop je meteen langs de tv's. Er staat nu nog geen informatie op, maar daar komt natuurlijk het hele weekend de poolindeling en de knockout sheets op te staan. En hier de wedstrijdleiding, dus die zit nu hier. De wc's, ook hier hebben we looprichtingen gemaakt. Deze route is alleen voor als je naar de wc wilt. En dan hebben we aan deze kant nog een grotere zitruimte. In totaal zijn er 50, meer dan 50 zitplekken. Dat wil zeggen dat iedereen een mogelijkheid heeft als hij niet aan dat is om te zitten. Zo dan via deze kant weer naar buiten lopen. Dan hebben we aan deze kant nog een heel mooi groot terras waar ook nog zitplekken zijn. Het enige nadeel van dit terras is wel dat er geen geluid te horen is. Zoals je ziet hebben we genoeg maatregelen genomen om alles zo coronaproof en zo veilig mogelijk te kunnen organiseren. Wat er verder nog belangrijk is, het toernooi van zaterdagavond, dus de koppeltoernooi, dat zit nog niet vol. Dus je kunt nog inschrijven eventueel via de website, maar dat kan ook nog hier ter plekke aan de wedstrijdleiding op de dag zelf. De zondag, die zit zowel bij de heren als bij de dames helemaal vol. En we hebben een prachtige deelnemerslijst weer. Dus we gaan er een heel mooi toernooi van maken, de Altena Darts Masters 2020.